De eerste MG ZS was ook onze eerste kennismaking met een auto van Chinese makelij. Oké, dat is niet helemaal waar, want in 2005 was er al Landwind. Maar dat werd niet bepaald een succes. Sterker nog, die klap dreunde zo lang na dat het tot 2019 duurde eer er een nieuwe Chinese autofabrikant de oversteek naar Europa durfde te wagen. Dat was MG en zij gebruikte een bestaande merknaam en dat bleek een gouden greep. Want hoe zit dat nou? Nou, voor wie het niet weet, MG is van oorsprong een Brits autobedrijf. En ze hadden dit jaar 100 jaar bestaan, waren het niet dat ze in 2005 failliet gingen. SAIC, het moederconcern van het huidige MG, kocht vervolgens de merkrechten op en begon weer auto's te bouwen onder de merknaam MG. Maar het was niet alleen die vertrouwde naam die de basis legde voor het succes van de ZS. Het was ook het feit dat je veel waar kreeg voor je geld en dat de crossover een klinkende Euro NCAP score kon overleggen. Inmiddels zijn we 5 jaar en heel wat MG's verder. Sterker nog, er zijn heel wat nieuwe Chinese autofabrikanten deze kant op gekomen. Weet deze nieuwe ZS zich voldoende van die andere Chinese concurrenten te onderscheiden en zijn we opnieuw onder de indruk van de crossover uit China? Om te zien is dat vermoedelijk niet het geval. De tweede modelgeneratie van de ZS oogt wat anoniem. De crossover heeft ergens wel wat weg van de Ford Kuga, alleen kost de MG zomaar 10 mil minder. Prijzen beginnen vanaf €27.997. Zo'n gunstige prijsstelling zorgde eerder al voor goede verkoopresultaten. De vraag is of dat ook voor de gekozen aandrijflijn geldt. De oorspronkelijke MG ZS werd weliswaar verkocht met een conventionele verbrandingsmotor, maar dat was niet de versie die wij in Nederland kregen. Wij kregen louter de batterij aangedreven variant. En dat had natuurlijk alles te maken met het bijtellingsvoordeel dat in 2019 nog voor EV's gold. Helaas, die tijden zijn voorbij, de subsidiekraan wordt steeds verder dichtgedraaid en dus verdwijnt ook de animo van Nederlandse klanten voor batterij aangedreven auto's als sneeuw voor de zon. In China echter staat de subsidiekraan wagenwijd open voor fabrikanten van EV's wel te verstaan en dat is ook de Europese Unie opgevallen. Reden waarom Chinese autofabrikanten tegenwoordig veel hogere invoerrechten moeten betalen dan hun Europese evenknieën in een poging de concurrentie weer een beetje eerlijk te maken. Om zichzelf nou kosten te besparen en om consumenten een alternatief te bieden, biedt MG de nieuwe ZS daarom uitsluitend als hybride aan. De nieuwe MG beschikt over een aandrijflijn met 2 elektromotoren en 1 benzinekrachtbron. Samen zijn ze goed voor 197 pk en een trekgewicht van 500 kg. De ZS Hybrid Plus deelt niet alleen zijn aandrijflijn, maar ook de typenaam met zijn kleinere broertje, de 3. Behalve zijn aandrijflijn heeft de ZS ook het front met de kleinere 3 gemeen. Ja, MG werkt toe naar een familiegezicht. De auto's hebben allebei een soort van wangplooien in de grill. Daarmee hebben we alle overeenkomsten meteen ook gehad. Want de 3 is natuurlijk een kleine gezinsauto en dit is een B-segment crossover. Eentje van 4,43 meter lang, waarmee die 10 centimeter langer is dan het model dat hij vervangt. Het verschil in hoogte en in breedte is te verwaarlozen, maar de kofferbakinhoud, die is er flink op vooruit gegaan. Althans, met de bank neer. Want zo, met de rugleuning overeind, kun je 443 liter aan bagage kwijt. Aan zich hartstikke netjes, maar in de vorige MG paste 5 liter meer. Maar klap je de rugleuning neer, dan past er wel 80 liter extra. In deze ZS heb je het opeens over 1457 liter bergruimte. Deze testuitvoering heeft een variabele bagagebodem waaronder je nog wat extra spulletjes kwijt kan. Het is alleen jammer, dat kun je ook goed zien, als je de rugleuning hebt neergeklapt, dan ontstaat er geen vlakke laadvloer. Op de achterbank valt de flinke been- en hoofdruimte op. De zitting ondersteunt zelfs je benen, een verademing in vergelijking met veel EV's. De middentunnel pakt bescheiden uit, dus er passen eventueel 3 inzittenden achterin. Die beschikken dan ook over hun eigen ventilatieroosters en een stroompunt. Opvallende afwezige is een armsteun. Daar zitten doorgaans ook de bekerhouders in. Een kop koffie moeten jouw achterpassagiers nu in hun deur kwijt. De daarvoor bestemde vakken lijken alleen niet bemeten op drankjes zonder deksel. MG
Ik vergeleek de ZS eerder deze video met de Ford Kuga, omdat ik vind dat beide modellen wel iets van elkaar weg hebben. Maar de Kuga is geen rechtstreeks concurrent van de ZS. Daar heeft MG namelijk de HS voor. Een plug-in hybride van ongeveer 40.000 euro die ongeveer tegelijkertijd met de ZS op de markt zal verschijnen. Wat zijn nou alternatieven voor deze MG? Nou, dat zijn bijvoorbeeld modellen als de Dacia Duster, de Ford Puma, de Peugeot 2008 of de Renault Captur. De MG is er in drie smaken. De duurste kost je net iets meer dan 32.000 euro. En voor dat geld heb je bij Dacia, Peugeot, Ford en Renault nog geen 192 pk aan boord. Laten we daarom niet al te moeilijk doen over het ontbreken van zo'n armsteun, dat je bedraden Apple CarPlay hebt en dat dit geen inductiemogelijkheid is voor je smartphone, want die is op de ZS niet leverbaar. Maar ik vind wel dat ik het volste recht heb om te zeuren over het feit dat je ook voor dit geld slechts beschikt over een in hoogte verstelbaar stuurwiel. Zit ik dan zo beroerd in de MG? Nou, dat valt eigenlijk alles mee. Je zit op mooie, grote, brede stoelen. En ik heb ook voldoende ruimte voor mijn benen. En dat had ik eigenlijk niet verwacht gezien die toch wel forse middentunnel. En dat stuur dat alleen in hoogte verstelbaar is, dat schijnt vanaf volgend jaar ook in diepte verstelbaar te zijn. De ZS beschikt standaard over een uitgebreide aanvullende veiligheidsuitrusting, inclusief hulpsystemen als adaptieve cruise control en dode hoekbescherming. Daar moest bij MG voorheen nog voor worden bijbetaald. Door Brussel opgelegde snelheidswaarschuwing bij 1 km te hard leg je het zwijgen op door 3 stappen te doorlopen in het infotainment. Dat duurt wat lang, want al die tijd kijk je niet naar de weg voor je. Het grote glasoppervlak is dan weer een pluspunt. In combinatie met de optionele 360 graden camera kun je de ZS uitstekend overzien. Als je deze ZS naast de MG3 zet, dan hou je toch je hart een beetje vast wanneer je weet dat ze dezelfde aandrijflijn delen. Die 3 die gaat als vergif, maar ja, blijven die prestaties ook overeind in een veel grotere auto? Het antwoord is ja, en dat heeft er alles mee te maken dat wanneer je de folders erop naslaat, de meest luxueuze ZS, dat is de uitvoering waarin ik nu onderweg ben, maar 150 kilogram scheelt met de eenvoudigste 3. Ja, dat is natuurlijk een gewicht van niks, dus ook met deze ZS ben je gegarandeerd als eerste weg bij het verkeerslicht. Het is wel een hele mooie aandrijflijn die MG in elkaar heeft gesleuteld. Want als je kijkt naar het Toyota-concern, toch de uitvinder van de hybride aandrijflijn, dan kiezen zij voor 1 verbrandingsmotor en 1 elektromotor. En MG heeft het zich niet makkelijk gemaakt, want die zette een 2e elektromotor in die aandrijflijn. Maar daar merk je dus helemaal niks van. Tot 60 km per uur rij je volledig elektrisch en op de snelweg is de benzinemotor aan zet. En de overgang van stroom naar benzine en vice versa verloopt naadloos. MG is er zelfs in geslaagd om verschillende regeneratiemogelijkheden in te bouwen, al blijkt dat in de praktijk een wassen neus. Ik voel althans geen verschil tussen standje 1, de minste regeneratie, en standje 3. Er zitten ook verschillende rijmodi op en daar is dat verschil al even goed afwezig, al is dat eigenlijk een verkapt compliment. Want in de normale rijmodus is de ZS al dusdanig fel dat het verschil met de sportstand te verwaarlozen is. Heb ik dan ook nog iets te zeuren? Jazeker, op korte oneffenheden is de ZS niet heel comfortabel. En hij haalt bij lange na niet het beloofde fabrieksverbruik. Volgens MG zou je 1 op 20 moeten kunnen rijden met deze ZS. Maar wij komen in de praktijk op 1 op 14,5. Wat overigens nog steeds een nette score is natuurlijk voor zo'n grote hoge auto. En ik vermoed dat het in de praktijk nog wel ietsje gunstiger kan. Want wij zijn natuurlijk voor deze video veel aan het heen en weer rijden geweest. Om toch positief te eindigen. De ZS is opvallend stil. 19 inch wielen onder deze testuitvoering, merk je niks van. En ook die aandrijflijn, waarvan we bij Toyota weten dat hij best een keel op kan zetten, die laat zich alleen horen wanneer je hem echt forceert. Niet alleen de Europese Unie heeft zijn bedenkingen bij auto's uit China, dat geldt evengoed voor onze kijkers. Jullie vragen je onder onze video's geregeld af waar je met een Chinese auto naartoe moet op het moment dat er iets kapot gaat. Sinds MG in 2019 de Nederlandse markt betrad, zijn er 5 jaar verstreken. In die tijd heeft het merk hier 9 verkoop- en 12 servicepunten geopend. Afgezet tegen een Europese fabrikant als Dacia, waar je in ons land op meer dan 100 plekken terecht kunt, is dat niet veel. Maar in tegenstelling tot de Roemenen geven de Chinezen 7 jaar of 150.000 kilometer garantie op hun auto's. Dacia komt maar tot 3
met minder kilometers. Aan de afwerking van het interieur kun je wel merken dat MG de laatste 5 jaar niet stil heeft gezeten. Want ook al zijn het nog steeds harde kunststoffen om me heen, het ziet er allemaal wel heel mooi verzorgd uit. Ja, je moet niet aan de deurpanelen gaan hangen, want er zit eng veel speling op. Maar ze gebruiken in ieder geval geen plastic met een grove korrel. Dus je arm hier neerleggen, dat is geen enkel probleem. Nou, geheel in de lijn met de tijd zie je natuurlijk weinig bedieningssnoppen hier aan boord. Ja, onder het infotainmentscherm heb je een aantal snelkoppelingen die je kunt gebruiken. En voor de rest moet je het toch echt doen met dat infotainmentscherm zelf. Nou, komt MG je wel tegemoet, want op het stuur van de ZS zitten 2 sterretjes en daar kun je wat functies onder voorprogrammeren. Helaas niet de snelheidswaarschuwing, althans niet de snelheidswaarschuwing zelf. Je komt uit in het menu met de hulpsystemen en dan moet je nog steeds dat ene systeem uitschakelen waarbij je je ogen dus van de weg afhaalt. MG levert ook een app bij deze ZS, wat best apart is, want het is natuurlijk geen volledig elektrische auto. Maar je hebt een aantal functionaliteiten die je dan van zo'n app gewend bent. Je kunt namelijk op afstand je airco of je verwarming inschakelen en natuurlijk zien of de auto open is of dicht. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar persoonlijk voelt het een beetje vreemd dat het hedendaagse MG zich voor het gemak de complete historie van dit merk toe-eigent. Want als je het mij vraagt, heeft deze ZS alleen het logo op de neus gemeen met de modellen die onder Brits bewind van de band rolden. Dat zal de tegenwoordige klant natuurlijk worst zijn. Zij zien vooral een verstandige koop. En verstandig, dat is die ZS. Want voor betrekkelijk weinig geld, de prijslijst begint bij nog geen 28.000 euro, krijg je een hele complete auto. En die dan ook nog eens beschikt over een berensterke hybride aandrijflijn. Die zowel voor de consument als voor MG zelf op precies het juiste moment verschijnt. Ja, uit bevlogenheid koop je deze auto misschien niet. Maar op onderdelen als prijs, veiligheid, uitrusting is er gewoon weinig tegen de auto in te brengen. En als ik het heb over bevlogenheid en je ziet vervolgens deze auto staan, de Cyberster, een open 2-zits EV, ja, dan blijkt toch wel dat MG zich niet zomaar in een hokje laat drukken. En dan is dit maar 1 van de in totaal 8 auto's die voor het einde van 2025 in de Nederlandse MG showrooms moeten staan. Aan het begin van deze video vroeg ik me af of ik opnieuw onder de indruk zou raken van de ZS. Het antwoord daarop is ja, maar ik ben minstens zo onder de indruk van de slagvaardigheid van dit bedrijf. Wat vind jij? Ben je dat met me eens? Draag jij MG een warm hart toe? En komt dat dan vooral door een model, een nuchter model eigenlijk als die ZS? Of juist door zo'n Cyberster? Ik ben heel benieuwd en lees het graag in de reacties onder deze video. Een duimpje kan ik ook altijd waarderen. En volgende week is er weer een nieuwe ANWB Auto video. Als je er nou geen eentje wilt missen, abonneer je dan op dit kanaal. Doei doei!